De eerste 10 minuten zijn vooral een inloopperiode gebleken. Geen enkele voldragen aanval, nog geen enkele doelpoging. Nu misschien. Dus met een goede voorzet. En daar is Van der Voort. En Holzhauser krijgt hem niet tussen de palen. De eerste kans van de wedstrijd is voor Beerschot en voor Rafael Holzhauser. Goede voorzet van de Smet. Suzuki net niet. Wat scheelt dit? Dat is een paar millimeter op de wreef. Diepgang bij Rossovski. Goed gespot door Eiting. Raapt die bal op. Munoz had kunnen trappen als die controle wat beter was geweest. Dit is een goede opening van Ito. En daar is het doelpunt. En het is weer Rossovski. 1-0 voor Racing Genk. Een goede 5-6 minuten waarin ze echt plots kwamen aandringen. Belonen ze zichzelf met de voorsprong. Patrick Rossovski. Sinds Stork het heeft overgenomen, scoort hij makkelijk 3 goals en een assist in 5 wedstrijden onder de nieuwe coach. Ito met het overzicht, maar Rossovski mooi in die tweede zone. Het verdedigend werk van Joren Dom, Holzhauser. Hier is Suzuki met Sadik. En Dom al snel doorgelopen. Avenatti in de 16. Daar is hij voor zijn man. En hier moet hij eigenlijk met rechts afwerken. Waarom kiest hij hier voor links? Hij levert alleen maar Genks balbezit op. En een desorganisatie bij Beerschot. Munoz. En daar is de 2-0. Ito. Weer hij. Een assist en een goal vanavond. En deze mag Beerschot op zijn eigen konto schrijven. ...2-0 na iets meer dan een half uur. Het wordt heel erg moeilijk voor de ratten. Veel ruimte voor Munoz. Kijk eens hoeveel volk van Genk in de 16. Even stuks in de competitie. Dan loopt Avenatti Holzhauser voor de voet. En daar gaat Genk nog eens. Oekbo, mooi weggelopen. Oekbo en Biebouw kan toch eens een keer redding brengen. Het is nog niet gedaan. Lemos. Ito, derde keer. Geen goede keer. En weer brengt Beerschot zichzelf in de problemen met balbezit op het middenveld. En dan gaat het bij momenten snel weg, Genk. Dit is prima van Biebouw. 3 Genkenaars tegen 2 Antwerpenaars. Holzhauser. Blinde voorzet. Maar Avenatti zat achter zijn man. En niet voor Lukumi. Beerschot wil er nog wel wat van maken, dat is duidelijk. Holzhauser. Zoekt Avenatti. Avenatti schampt de bal alleen maar. Beerschot is met goede bedoelingen aan de tweede helft begonnen. En net als in de eerste, is de eerste kans voor hen. Bongonda. Nog Bongonda. Gaat hij een breed leggen? Hier is Ito. Ito en dan via een Beerschot voet. En de lat uit gevaar geweken. Eerste kans voor Beerschot, voor Genk liever na de rust. En een hele grote Bongonda. Niemand durft hem af te stoppen. De Smet er nog even tussen. Biba was geklopt. Hier is Holzhauser. Weer op zoek naar Avenatti. Die kan wel verlengen. Maar vindt dan Vaca niet. Of Radic is het aan de tweede paal. Het blijft een probleem. Ondanks de traptechniek van Holzhauser hebben ze nog altijd niet gescoord dit seizoen op hoekschop. Vaca. Recht in de handen van Van der Voort. Is de eerste bal tussen de palen in deze wedstrijd vanwege Beerschot na ruim een uur. En het is een heel optimistische poging van de Boliviaan. Hier zit wat in voor Genk. Bongonda. Radic was uit positie, snelt nu terug. Bongonda met Lemos. Bongonda met rechts. Recht op Wouter Biebouw. Daar is Genk nog een keer na 62 minuten. En het lag weer even open bij Beerschot. Ik mag van geluk spreken dat Bongonda naar zijn rechter wordt gedwongen.
Goed druk zetten van Beerschot. Houdt ook risico's in. Kijk eens, mooi gedaan van Oekbo. Daar gaat Bongonda. Ito is mee. Hij is voor doel. Bourdain voorkomt erger. Balverlies Lemos. Onvergeeflijk is dit eigenlijk. Oekbo. Bongonda. Iedereen terug nu bij Beerschot. Rossovski. En dan Daniel Munoz. Gaat hij het afmaken? Arteaga nog eens kappen. En uiteindelijk vindt hij nog een verdediger op de lijn. Het heeft ook nog niet gescoord dit seizoen. En dat is ook ooit anders geweest. Er zijn er wel meer. Dit is goed van Shankland. Avenatti, dit moet het dan worden. Nee! Van der Voort nog met een geweldige tussenkomst. Dit was de kans bij het ingaan van het laatste kwartier. De kans om er nog een wedstrijd van te maken. Prachtig hoe Shankland die bal devieert in de loop van Avenatti. Wat is Van der Voort snel van zijn lijn. Trezor. Ito, die gaat naar zijn rechter nemen, Kaan. Ja, dat weet de Smet ook, maar hij laat zich toch vangen. Bongonda, beslist hij de wedstrijd. Zet Biwau op het verkeerde been. Eenvoudigweg 3-0 na 78 minuten. Een wedstrijd gespeeld. Twee minuten eerder was het bijna 2-1. En nu... einde verhaal. Ito. Goed gelopen door Oekbo. Geen oog met Biebouw. En die voorkomt de 4-0. De 1-op-1 is hij heel erg goed, Wouter Biebouw. Goeie counter van Genk, dat wel. En Oekbo. En Questa. Hier is hij dus wel degelijk op het middenveld. Dit was onzuiver. Kan Beerschot ervan profiteren. Suzuki met Questa. Hier een Nobisi en daar is het doelpunt. Dat is al een belangrijk feit op zich in minuut 88. Eindelijk nog eens een goal voor Beerschot. Na 5 wedstrijden zonder bijna 6 als je deze meerekent. Dan toch die 0 alvast weg. Punten zal het misschien niet meer opleveren. Maar vertrouwen misschien wel. Het begon bij balverlies van Questa. En dat kreeg je niet meer goed gemaakt. Suzuki en Nobisi, die opnieuw scoort als invaller. Arteaga. Oye, hier is Nemeth en die maakt er nog 4-1 van. Toch nog de kers op de taart voor Andras Nemeth, die bij zijn debuut in eerste klasse meteen ook scoort. En dat is een heugelijk feit voor de 19-jarige Hongaar. En of hij er blij mee is. Door het midden. Oye zorgt voor de assist. En mooi hoe Nemeth die bal meeneemt met links. Boudin dan kwijtspeelt en afwerkt met rechts. Mooie goal nog.